Wethouder Thijs van Est neemt afscheid als wethouder van de gemeente Beek na 17 jaar. Waarom opeens? Ja, het is niet opeens. Hè. Dat is een proces wat ontstaat in de loop der tijd. Maar laten we heel eerlijk zijn. Over 14 dagen word ik 68 jaar. Ik heb de pensioengerechtigde leeftijd. Die had ik al bereikt in het onderwijs waar ik 40 jaar heb gewerkt. En eigenlijk komt het erop neer met alle plus en min. Het is goed geweest. De grootste tijd heb je part-time als wethouder gewerkt. Ja. Je gaf les. En alleen de laatste 4 jaar niet meer. Waar heb je allemaal les in gegeven? Ja, dat is een heel lang verhaal, maar ik heb maar 5 minuten. Dus ik zal zeggen, ik ben begonnen als aardrijkskunde geschiedenisleraar. Dat was mijn grootste wens om dat te worden. En na een aantal jaren dacht ik van, is het dat nou? Dan ben ik economie gaan studeren. Heb ik economie gestudeerd, ben ik bij Leeuwenborg opleidingen, wat nu Vieste opleidingen. Heb ik daar een aantal jaren economie gedoseerd. Toen kregen we de mogelijkheid, want ik was coördinator van de primaire beroepsgerichte volwassen educatie, om beveiligingsopleidingen te gaan geven. En daar hadden we geen docenten voor. Dus ik heb me laten omscholen nog een klein beetje. Dus ik ben ook nog al die beveiligingsopleidingen gaan doen. En de laatste 25 jaar van mijn werkzame carrière in het onderwijs heb ik beveiligingsopleidingen gegeven. Dus alle stadswachten van Maastricht tot en met Venlo heb ik opgeleid. Ik heb BOA's opgeleid en ik heb heel veel beveiligingsmedewerkers opgeleid. Is een voordeel als ik bij evenementen kom, daar loopt altijd wel één of meerdere beveiligers rond die ik zelf heb opgeleid. Het geeft wel wat voordelen. Is dat te combineren, de functie van wethouder, met een part-time functie als onderwijzer? Ja, ik vond het altijd heel erg prettig. Ik gaf nog 3 ochtenden les om in de ochtend gewoon les te geven. Hè. Punt 1, je staat met beide poten op de grond. Ik gaf een jongere les, laten we zeggen van 18 tot 22 jaar. Dus dan weet je ook heel goed wat er allemaal leeft. Dus dat was mijn wereld. Hè. En dan ging ik naar huis en dan even lunchen met mijn echtgenoten. En dan ging ik naar de gemeente en dan wethouder. Dus de afwisseling, daar heb ik altijd van gehouden. Maar ja, ook naarmate je wat ouder wordt en bij de laatste periode heb ik gezegd, als ik nog een keer wethouder mag worden, dan neem ik afscheid van het onderwijs. Dan ga ik daar met vervroegd pensioen en dan kan ik me ook concentreren op dat wethouderschap, wat ook in de loop der jaren een stuk drukker en een stuk ingewikkelder is geworden door allerlei wet- en regelgeving en door veranderende politieke verhoudingen. 17 jaar wethouder, ja. Je hebt 5 burgemeesters meegemaakt. Ja, ik ben begonnen met Armand Kremers. Daarna hebben we waarnemend burgemeester Ruud Meijers gehad. Geweldige man overigens, heel in het kort. En Ralf Kreewinkel kwam daarna en die vertrok onverwacht naar Heerlen. En toen kregen we Frans Wekers, zo moet ik zeggen, die kwam van Heerlen even bij ons. Daar hebben we nog een coalitiewisseling meegemaakt. En toen kwam Christine van Basten. En dus ik sluit af met Christine als burgemeester. En ja, die heb ik ook nog het langst gehad. En daar kwam ik vorige week al tellende even achter dat zij de langzittende burgemeester is waar ik onder als wethouder heb mogen dienen. Is dat wennen, iedere keer een andere burgemeester? Ja, want elke burgemeester heeft natuurlijk zijn eigen specifieke kwaliteiten. Hè. Kremers, dat was een echte bestuurder, een geweldige voorzitter. Kreewinkel was een politiek dier. En, ja, en dat is ook een persoonlijke vriend geworden van me. Dus ook na een periode in Beek, we zien elkaar nog regelmatig. Huub Meijers. Die was al burgemeester geweest en die in die hele korte periode, ja, die viel vooral op bij mij door zijn sociale gevoel. Hè, en gewoon om de mensen weer bij elkaar te brengen. Overigens, Christine kan dat ook heel erg goed. En Christine vind ik als vrouw, dat is sowieso anders. En zij heeft het hele unieke vermogen om wethouders heel goed in hun waarde te laten, hè? En ook zeg maar zonder inmenging
hun ding laten doen. En dan ben ik Frans Wekers vergeten. Ja, dat was gewoon een klassevent. Die had zoveel bestuurlijke ervaring. En die zei ook van ja, Thijs, ik kom niet gewoon op de winkel passen. Als er iets gedaan moet worden, dan doen we dat samen. En dat, ja, ik vond het... Ja, hij was veel te groot voor Beek, maar ik vond het heel, heel fijn om met die allemaal gewerkt te mogen hebben. Waar ben je nou het meest trots op in je carrière als ja, voetbal? Dat zijn een aantal dingen. Hè. Om met twee dingen even wat mij altijd zijn bijgebleven. Hè. We hebben het NK wielrennen weer teruggehaald naar de Adsteeg in 2010 met een uitstekende winnaar, Nicky Terpstra. Ja, dat was toen 30 graden. Ja, het leek of je bij de finish van een of andere Tour de France etappe zat. En waar ik ook ontzettend trots op ben, dat is het ontstaan van het participatiebedrijf Vidar. Dat hebben we met Sittard Geleen en Stijn. Dat heeft jaren gekost om Fixia om te bouwen naar. En uiteindelijk is dat gelukt. En ik mag toch zeggen dat ik in al die 14 jaar dat ik dat dossier mede heb vormgegeven, dat ik daar eigenlijk zeg maar het mannetje ben geweest, het oliemannetje, wat altijd ervoor heeft gezorgd dat de partijen met elkaar in gesprek bleven met dit resultaat. Wat ga je nu doen als je weg bent? Ja, ik denk dat ik in het grote diepe zwarte gat ga vallen. Ik zal nog wel wat vrijwilligerswerk willen gaan doen. Maar wat ik leuk vind, passend bij mij en de organisatie of de vereniging of de mensen waar ik voor doe, die moeten ook bij mij passen. Dus ik heb al verschillende balletjes opgegooid, dus ik zie het wel. Maar laten we eerst nog maar even tot september, want ik neem pas op 28 september afscheid, nog even genieten van mijn wethouderschap. Is je afscheid een publiek evenement? Kan ja, ik heb een afscheidsreceptie. Wacht, ik moet even drinken. Op donderdag 28 september neem ik vanaf 5:30 geloof ik tot 8:00 afscheid op het gemeentehuis in Sittard. En iedereen is welkom. We schrijven het in de agenda. Dankjewel. Graag gedaan.